Het leven is als een doos bonbons, je weet nooit wat er gebeuren kan. Soms komen de meest onwaarschijnlijke mensen bij elkaar. Het paar Jack en Emily was toevallig op het juiste moment op de juiste plaats. Wat is er mis, lieverd? Waarom ben je helemaal alleen op een plek als deze? Jij arm ding, je bent je ouders kwijt. Schat, we moeten haar gewoon adopteren. Kom met me mee, lieverd. We zijn vanaf nu je familie. Welkom in je nieuwe huis. Zeg hallo tegen onze butler, Tyler. Ik neem je paraplu mee, juffrouw. Nee, dat doe je niet. Ik zal binnen vast niet nodig zijn. Ik zei toch, nee. Les nummer 1 maakt Wednesday nooit boos. Oh, kijk daar eens naar. Zo schattig. Dit staat je echt goed, Tyler. Wednesday, wat was dat? Oh, laat maar. Het is tijd voor een snack. Ik hoop dat je van koekjes houdt. Daar komt het vliegtuig. Wat is dat voor barbaars gebruik? Auw, laat los, Wednesday. Oeh, dit ziet er slecht uit. Schat, we moeten wat ijs erop leggen. Ik voel me al beter. Oh, onze dochter is verdwenen. We moeten haar vinden. Oh, zo goor. Daar ben je, lieverd. Kom, ik laat je je kamer zien. Het is zo helder. Ik heb het behang zelf uitgezocht. Mooi, hè? Hé, waar ga je heen? Kom op, doe alsof je thuis bent. Ik moet deze plek opknappen. Ik heb het bed naar het westen gericht, net zoals de Feng Shui-regels. Au revoir. Wednesday, luister je wel. Oeps. 3, 2, 1. En klaar. Wat was dat? Nu dat is een interieur waar ik in kan wonen. Tijd voor een Adam-stijl plezier en spelletje. Hier, breng dit op je gang. Oh ja, ik voel me levend. Bedankt. Dank, Wednesday. Veel plezier in deze koude, wrede wereld. Oké, wie is de volgende? Vertel ons je laatste woorden. Huggy en tot ziens. Ik kan wel wat nieuwe ontwerpen gebruiken. Oh, juist. Butler. Mevrouw Wednesday, heeft u naar mij gevraagd? Wie bent u, juffrouw? Vlak achter je. Laten we een spelletje spelen. Ah, ik zit vast. Help iemand. Maak je geen zorgen. Dit wordt leuk. Eens kijken. Misschien dit? Nee, dat is te simpel. Wat dacht je van mijn favoriet? De honkbalknuppel. Nou, dat gaat ook niet. Een veer. Oh, er is een heel sinister aan. Dat is het dan. Tijd voor kietelmarteling. Help. Wat is dat vreselijke geluid? Oh, Wednesday, stop. Hoi, pap. Ben je gek? Stop er onmiddellijk mee. Waar heb ik dit aan verdiend? Dit soort gedrag kan gewoon niet, jonge dame. Waar hebben ze eigenlijk zoveel goud voor nodig? Oh, die rijke mensen. Oh, wat is er aan de hand? La 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 la. Ah! Oh. Ik kan het niet geloven. Oh, ik ook, mam. Dat is beter. Veiligheid eerst. Ah, wat een heerlijke ochtend. Oh! Zo zacht. Lekker. Lieverd, wat ben je eigenlijk aan het doen? Haal die vervelende webben meteen weg. We gaan je echt een luxe makeover geven. Dit doet pijn aan mijn ogen. Zo mooi. Je maakt me bang, juffrouw. Nee. Je bent nu een miljonair. Je kan je niet als boer gaan rondlopen. Hier, probeer dit. Perfect, dat lijkt er nu meer op. Wauw, zo duur. Nou, ik ga er vandoor. Oh, lieverd, waarom ben je zo kieskeurig? Ik draag alleen maar zwart. Nou, oh, ik denk dat ik een idee heb. Ga daar staan en stil. Oké, dat is beter. We hebben een nieuwe leerling in de klas, kinderen. Zeg hallo tegen Wednesday Adams. Eeuw, kijk naar haar. Ik heb er geen woorden voor. We zijn hier niet vriendelijk tegen meisjes zoals jij. Wow, dat is eng. Wednesday is echt eng. Oh. Ik hoop dat jullie allemaal voorbereid zijn op het feest van vandaag. Begin met schrijven. Begin met je telefoon. Hoe afgezaagd. Ding, jij bent aan de beurt. Onze oude vriend staat altijd klaar om ons te helpen. Goed gedaan. Ondertussen tekst ik mijn neef even. Telefoon met toetsenbord, over verouderd gesproken. Sst, de leraar gaat het horen. Wat is hier aan de hand? Wednesday Adams, dat kan gewoon niet. Je krijgt een onvoldoende.
Daar heb je geen recht op. Wat? Wat? Help! Oh, ik moet stoppen met dagdromen. Hé, waar is iedereen gebleven? Daar gaan we. Nog één stras en... Nee! Alles behalve dat. Wat is er, lieverd? Had je een nachtmerrie? Maak je geen zorgen. Laten we wat vrolijke films kijken die je kalmeren. Oh, zo schattig. Voel je je niet al wat beter? Oh, ik voel me erg. Geef me de afstandsbediening. Het is Zombie Apocalypse 2. Oh, dat lijkt er meer op. Ik kan het niet kijken. Oh, mijn kostbare kleine meisje slaapt snel. Zoete dromen, mijn lieve vleermuis. Het is tijd om onze ouders onze geavanceerde kookkunsten te tonen. Mam, pap, ik hoop dat jullie grondig zullen genieten van mijn kenmerkende gerecht. We kunnen gewoon niet wachten om te proberen, Wednesday. Ik ben iets vergeten. Ben zo terug. We zullen wachten, lieverd. Ik vraag me af wat erin zit. Echt niet, ik kan mijn ogen niet geloven. Oh, haal je walgelijke tentakels bij ons weg. Lieverd, doe iets. Oh, dat is beter. Alziend oog, cocktail. Oh, erg bedankt, lieverd. Je hebt echt talent. Je vader en ik zijn zo trots. Oh nee, er zit een oog in. Ah! Dat is vrij goed. Ik denk dat ik een pizza bestel. Hallo? Oh ja, we zullen wachten. Bedankt. Stil, Thing. Hier is dat voor jou. En hier komt het toetje. Oh, dus zo is het. Oh, jullie stervelingen. Oh, Wednesday, waarom doe je niet met ons mee? Ik denk dat vandaag de dag is. Ik moet echt mijn ouders terugbrengen. Mam, pap, ik wist jullie zo erg. Laat de hemel zich ontvouwen. Laat de duisternis de wereld bedekken. Laat mama en papa terugkomen naar mij. Wil iemand mij uitleggen wat er eigenlijk aan de hand is? Ik moet gaan. Tot ziens en bedankt voor alles. We gaan je zo missen. Oh, mijn dierbare dochter. Laten we opschieten en naar huis gaan. Weet je wat, schat? Ik weet niet wat ik ga doen als ze weg is. Verstoppertje is het beste spel ooit. Wie zoekt er? Laten we het op de volwassen manier doen, natuurlijk. Ik weer. Ik heb er genoeg van. Verstop je al. Ik begin te tellen. Volg mij, Megan. We moeten ons goed verstoppen. Ren die kant op. Of Pinky zal ons vinden. Maar verstoppertje spelen is gevaarlijk. Auw, dat doet pijn. Megan, ben je in orde? Ik denk dat ik oké ben. Kijk, daar is een onzichtbare doos. Kylie, we hebben zo'n huis nodig. Nu meteen. En dan zal niemand ons vinden. Dat klopt, Megan. We kunnen nu beginnen met bouwen. De materialen zijn al aanwezig. Kylie, ik heb de schroevendraaier. En ik heb een zaag. We beginnen met het frame van het toekomstige huis. Laten we de onderdelen plaatsen en ze vastzetten met hoeken. Jouw beurt, Kylie. Ik kan het, Megan. Geweldig. De eerste muur is klaar. Er is niet veel over. Het is ons geluk, Megan. Het ziet er cool uit. Maar er is nog veel werk te doen. Laten we de muren maken. We moeten er karton overheen doen. Het is een fluitje van een cent. Het draait allemaal om teamwork. Megan, je bent een echte bouwer. Goed gedaan. De muren zijn al op hun plaats. Wat is het volgende? Nu voor het leuke gedeelte. Het onzichtbaar maken van het huis. Reflecterende tape zal helpen. Het werkt zonder problemen. We moeten het vastzetten met dubbelzijdige tape. Laten we gaan. We moeten het huis afplakken van de vloer tot aan het plafond. Dat is een hoop werk. Maar er zijn geen barrières voor Megan en Kylie. Wacht, waar is onze deur? Daar is het. Welkom in het onzichtbare huis. En je kunt niet zonder behang. Deze zullen het prima doen. Laten we ze erop lijmen. En de open ruimtes kunnen bedekt worden met een glanzende folie. Dat is gemakkelijk. Oké, we hebben ook een plafond nodig. Maak het zo luchtig mogelijk. Deze lichtgewicht stof zal het werk doen. Het is leuk hier, Kylie. Het zal nog beter worden, Megan. Wat dacht je van een groen ontwerp? Geen probleem. Hang gewoon de bloemenslingers aan de muren. Mooi.
Het ziet er heel natuurlijk uit. Maar er is één probleem. De vloer is nogal ongemakkelijk om op te zitten. Het zal veel beter zijn met kussens. Goed gedaan. Maak het jezelf gemakkelijk, bestie. We verdienen 5 minuten vrij. Maar het onzichtbare huis is nog steeds een beetje leeg. Kan wel wat meubels gebruiken. Wat als we een plafond maken, Kylie? Juist, een tafel. Groot en rond. Ik heb zelfs een spiegel. En we maken een stevige poot van de vuilnisbak. Laten we aan de slag gaan. De prullenbak ombouwen. De film komt weer van pas. En nu versieren we het tafelblad. Het ziet er stijlvol uit. En glanzend. En om de spiegel niet te bevlekken, bedekken we hem met een mini-tafelkleed. Wie wil er een snack? Dat is een idee. Fruit past niet in het onzichtbare interieur. Laten we dat maken. Een beetje film en het is klaar. Megan, kijk! Wat ben je van plan, Kylie? Kijk hier eens naar. Ik snap het niet. Je bent een verloren zaak, Megan. Het is een onzichtbare banaan. Wil je er één? Oh, ik zou er graag één willen. Het plafond lijkt zo somber. Het is goed om die slingers te hebben. Ze maken het verstoppen in de loge een stuk leuker. We hebben meer glitter nodig. Kylie, je hebt gelijk, Megan. Het gaat hier nu schitteren. Het enige wat we moeten doen is de oude schijf in de glitterende schuimvellen wikkelen. Dit is een klus voor een echte vakman. Waar is onze duct tape? En dan rijgen we de schijven aan elkaar. De slingers zijn klaar. Nu binden we ze vast aan de ronde basis. Hoe meer, hoe beter. En de laatste afwerking? Hang de versiering aan het plafond. Wow, het onzichtbare huis wordt zo licht. Oh, geweldig. Het is net een ruimtefeest. En terwijl er gebouwd wordt, is verstoppertje spelen in volle gang. Sue, je bent betrapt. Ga weg. Laten we de anderen gaan zoeken. Echt niet? Er is geen enkele manier dat de meisjes Megan en Kylie kunnen vinden. Ze zijn in het onzichtbare huis. Kylie, kijk. Megan, we moeten een truc met ze uithalen. Klaar? Zeker weten, Kylie. Hier zijn onze maskers. Geef ze een beetje zilveren glans. En we kunnen beginnen met spelen. Pinky, ik denk dat ze daar binnen zijn. Ik kan hun voeten zien. Laten we ze verrassen, bestie. Klop, klop. Ik heb je. Er is niemand thuis, schoonheid. Oh mijn god, wie ben jij? Een alien van de planeet van de apen? Het is gevaarlijk hier. We moeten weg. Er zijn hier geen aliens. Alleen de grappenmakers van het jaar. Ze waren aan het gillen als baby's. Er zijn geen grenzen aan de verbeelding. Deze muren kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Ben je er nog, Kylie? Natuurlijk, Megan. Laten we mini-wolken uit een vel schuim snijden. En plak ze op de muur. Zelfs een kind kan het doen. Wauw. Het is bewolkt in het onzichtbare huis vandaag. Maar het gaat niet regenen. Sue, waar verstoppen ze zich? Ik weet het niet. Ze verdwenen gewoon in het niets. Dat is verdacht. Auw, dat doet pijn. Sue, kan je iets zien? Er is een muur. Oh nee, het onzichtbare huis is ontdekt. Daar ben je. Hebben ze. De geheime schuilplaats is niet langer geheim. We ontmoeten onze gasten. Vertel me, hoe heb je dit gedaan? Niks bijzonders. Een beetje glanzende film en wat vaardigheden. Doe alsof je thuis bent. Echt niet? Waar zijn die griezelige maskers? Sue, dat is degene die een truc met ons uithaalt. Oeps, grap ontdekt. Pinky, we wilden je niet laten schrikken. Wat dacht je van een snack? Ballonnen zijn wat we nodig hebben. Ze zullen het luchtige decor zijn van het onzichtbare huis. Laten we ze opblazen en ze aan het plafond bevestigen. Ziet er goed uit, Megan. Oh ja, het is een werk van luchtkunst. Ook hebben we bescherming nodig. Dus bouwen we een hek. En de druppels zijn al op hun plaats. Kijk en leer, Megan. Ik schilder de stukken en jij maakt het plastic vast. Je hebt het, Kylie. Het is tijd om de stukken samen te voegen tot een heel hek. En het dan op de grond te zetten. Megan, niemand kan nu in ons huis komen. Fruit is goed natuurlijk, maar je kan er niet genoeg van krijgen. Megan, ik heb honger. We zetten het klaar. Hallo, we nemen de grootste pizza.
Het adres is een onzichtbare hut aan de rand van het bos. De bezorgster zit in de problemen. Hoe vind je dat onzichtbare huis? Hallo? Heeft u een pizza besteld? Wat is uw adres? Ik zei het je. Onzichtbaar huis. Je staat er vlak naast. Welk onzichtbaar huis? Maken ze een grapje? De bezorgster speelt zo niet. Laat ze een pizza hebben. Oh, dat doet pijn. Dit lijkt het onzichtbare huis te zijn. Het werk van de bezorgster kan heel erg gevaarlijk zijn. Kylie, iemand klopt. Dat moet onze pizza zijn. Laten we eens kijken. Raar. De pizza is hier, maar de bezorgster is er niet. Dat is niet erg. We hoeven tenminste niet te betalen voor de lunch. Open het. Geniet ervan. Wat kan ik doen met deze oude lamp? Dat is juist. We moeten het verbouwen. Het onzichtbare huis heeft meer licht nodig. Neem een stuk papier. En een schaar natuurlijk. Teken sterren en planeten op het papier. Knip ze dan uit. Makkelijk. En nu lijmen we de stencil op de lamp. Joepie, het gloeit. Megan, kijk wat ik heb. Een echte hemelprojector. Wow, Kylie, goed werk. Laten we de lamp in de hoek zetten. En laten we naar de sterren kijken. Wow, de sterren zien er echt uit. Het favoriete YouTube-kanaal zal elke avond opfleuren. Rijke meisjes en een arm op het strand. Nee, je moet gewoon zien. Ik weet het. Waarom laat je anderen niet kijken? Megan, ik wil het ook zien. Kylie, dat is van mij. Raak het niet aan. Oh ja? Je bent mijn vriendin niet meer. Nu zullen we een projector maken en samen naar de show kijken. Dat is onmogelijk, Megan. Laten we het zien, alsjeblieft. Dit vergrootglas zal het scherm groter maken. Maar eerst laten we een rond gat maken in de doos. Versieren met glanzend papier. En we stoppen een vergrootglas in het gat. Ziet er goed uit, Megan. Wow. We zijn nog niet klaar. Laten we nu de telefoon in de doos doen. En de projector is klaar. Ook. We maken een bioscoop hier. Projecteer de video op de muur. En geniet van het gezelschap van een Tromtrom video. Megan, je bent een genie. Ik heb mijn best gedaan. Maar het is zo laat. Het is bedtijd. Kylie, wat denk je ervan om naar huis te gaan? Je hebt gelijk, bestie. Laten we gaan. Het onzichtbare huis was zo gezellig. Hoewel het geen kwaad zou doen om alle deuren te sluiten. Oh, wat hebben we gedaan? Megan, hoe gaan we ons onzichtbare huis nu vinden? Geen zorgen, Kylie. We bouwen morgen wel een nieuwe. Het Rad van Fortuin. Slechts één dag. Mis het niet. Laten we ons geluk beproeven, Wendy. Ik hoop dat ik Barbie krijg. Nee, zombies zijn veel interessanter. Klaar, meiden? Laten we draaien. En we hebben goud. Gefeliciteerd, jonge dame. Wendy, je bent mooi. Je ziet eruit als een $1 miljoen. En nu ik. Laat het alsjeblieft Barbie zijn. De passie loopt hoog op. Maar Megan heeft vandaag niet veel geluk. Karton? Neem je me in de maling? Dat is niet eerlijk. Ik wilde Barbie. Maar je kan het Rad van Fortuin niet voor de gek houden. Niet boos worden, Megan. De beste plaats om goud te kopen is de juwelierzaak. Kies maar uit. We hebben de beste juwelen. Nee. Het is niet goed genoeg voor mij. De wens van de klant is wet. Mooie oorbellen voor een mooi meisje. Niet genoeg. Ik heb meer goud nodig. Laat alles fonkelen en schitteren. Begrijp het, dit is een VIP-klant. Wat vind je hiervan? Wauw. Een gouden staaf? Dat is beter. Net wat ik wilde. Maak nu een jurk voor me. Zal ik doen. Dromen komen uit in deze winkel. Klaar? Laten we dan maar beginnen. Niemand beweegt. Een professional is aan het werk. Ik hoop dat het allemaal lukt. Een gouden jurk is geen grapje. Er een maken kan een heel duur leven geven. Maar de meester heeft zijn werk gedaan. Vind je dit mooi? Het is prachtig. En dit is voor jou. Hou het wisselgeld maar. Je kan je niet vervelen met VIP-klanten. Het lijkt erop dat het tijd is voor de juwelier om met pensioen te gaan. En alle kartonnen winkels zijn open voor Megan. Het is erg leuk. Hé, maatje, hoe gaat het? Ik zou graag iets willen passen. Zoals deze hoed. Staat het me?
Wauw, Craft Collectie 2022. Wat een moeilijke keuze. Maar deze jurk heeft geen rivalen. Het is kartonnen perfectie. Je zou zelfs naar een bal kunnen gaan in zo'n jurk. Oeps, karton is niet erg sterk. Er is dit. Dat was niet mijn schuld. Het was een ongeluk. Oké, ik zal betalen. Dat is beter. En de volgende keer wees voorzichtig. En we hebben een wedstrijd. Het wordt het gevecht van de eeuw. Karton tegen goud. Wie zal er winnen? Je zit in de problemen, Wendy. Raak het. Auw. Blijkt dat kartonnen ballen niet erg ver gaan. Je bent echt iets. Ik heb een beter idee. Laten we gouden tennis spelen. Klaar? Oeps, sorry. Was niet de bedoeling. Maak je geen zorgen. We maken het wel uit. Wat een mooie dag. Waarom brengen we die niet bij het zwembad door? Wendy deed er zo lang over om een gouden badpak uit te zoeken. Maar er ontbrak iets. Gouden juwelen en een kroon. Dit is waar hij een gouden meisje om gaat. Ik ga zwemmen. En het zwemmen begint nu. Maar niet voor lang. Puur goud sleept naar de bodem. Help, ik verdrink! Phew, ik ben eruit. Behalve dat ik al mijn juwelen kwijt ben. Wat een dag. Maar Megan zal het goud redden. Ze is een kampioen duiker. Het enige wat je moet doen is een duikpak aantrekken. Wendy gaat nergens heen. Ik kom er zo aan. 1, 2, zwemmen. Gaat het? Hier is je goud. Ik heb het gedaan. Dank je. Bedank me niet. Oeps, de spullen zijn nat geworden. Dat gebeurt met karton. Megan heeft hulp nodig. Ze is zo van streek. Deze haarspeld zal haar opvrolijken. Het is gemaakt van karton. Dit is voor jou, Megan. Dank je, Wendy. Je bent een echte vriendin. En we kunnen beter het gat in de handdoek bedekken. Megan zal het niet leuk vinden. Welkom bij de kookshow. Ontmoet onze finalisten. Ze moeten iets speciaals maken. Een applausje. Zo, laten we beginnen. Wendy heeft een duur toetje op het menu staan. Het is een moeilijke. Je zult je beste beentje voor moeten zetten. En Megan kookt met karton. Snij het zo en zo. Hey, kijk uit! Megan en Wendy hebben alles al klaar. Het is heerlijk. Courtney loopt achter. Maar er is nog een kans. Een beetje kokend water en het is klaar. Perfect. Ruikt heerlijk. De tijd is om. Laat eens zien wat je hebt. Gouden cake. Het ziet er heerlijk uit. Het smaakt niet goed. Naar de tandarts, nu! Oh my god. Wat een verschrikkelijke vergissing. Wendy kan de eerste plaats niet winnen. Wat zit hierin? Dit is voor jou. Een nieuwe tand. Vind je het leuk? Laten we ter zake komen. Mijn heerlijke taart. Geniet ervan. Papiersmaak. Ongebruikelijk. Hebben jullie dat gezien, meiden? Ik ga winnen. Stop, er klopt iets niet. Dat is karton. Deze taart is volledig oneetbaar. Megan heeft ook verloren. Hoe zit het met Courtney's werk? Instant noodles? Interessant. Simpel maar smaakvol. Naar karton en goud is het een delicatesse. Courtney, jij bent onze winnaar. Een applaus voor de grote chef-kok. Deze kookshows zijn onzin. Laten we hier weggaan. Dit bed moet meteen verschoond worden. Megan heeft zoveel kartonnen ideeën. En Wendy heeft alleen maar goud in gedachten. Alles op de tweede verdieping zal schitteren. De gouden kussens maken het een stuk gezelliger. En Megan doet het kartonnen ontwerp. De kussens zijn zo zacht en knapperig geworden. Waar zou jij deze foto neerzetten? Ik weet het, op de meest eervolle plaats. En er zijn niet genoeg lovertjes hier. We zullen het herstellen. En je kan gouden stickers plakken langs de randen. Wendy, je bent iets kwijt. Alsjeblieft. Er is geen ruimte voor goud in de kartonnen wereld. Megan heeft haar eigen ontwerp. Hier komen de vogels. Ze gaan op de muur. Dat is best goed gelukt. Alles wat overblijft is de kamer inrichten. Wat jij wil, Megan. Wendy, de show begint. Zet hem aan. Zoals je wilt. Wow.
Maar eerst de commercials. Kijk naar dit. Een gouden iPhone. Zo glanzend. Wauw, ik wil er nu al één. Ik vraag me af of er iets voor mij bij zit. Wow. Oh ja, een kartonnen telefoon. Simpel en stijlvol. iPhones kopen zichzelf niet. Het is tijd om te handelen. De zorgservice werkt prima. De gouden smartphone ligt nu al op zijn plek. Is dat voor mij? Dank u. Wauw, het is zwaar. Gouden perfectie. Hey, waar is mijn telefoon? Daar is hij. Klinkt als karton. Laten we hem openmaken. Maar om de telefoon te laten werken, moet je hem eerst in elkaar zetten. Daar gaan we. Hoe draag je dit zwarte ding? Wauw. Deze telefoon heeft een hoesje nodig. De gouden klant krijgt het beste service. Het meest leuke hoesje. Je kan hem nooit verliezen. Hij loopt altijd achter zijn baas aan. Megan, ik moet gaan. Ik zie je later. En de vriend is al bij de eindstreep. Laten we het logo erop zetten en het is klaar. Hallo, kun je me horen? Wacht, waar is het gemerkte hoesje? Aha, hier. Rol de telefoon gewoon op. En nu is hij goed beschermd. Het is tijd om te gaan fitnessen. Laten we met de training beginnen. Gouden gewichten falen nooit. Al Wendy's materiaal is van goud. Mooi en effectief. En Megan maakt zich klaar voor het record. Kom op, vechter. Je kan het. Ik geloof in je. En tillen. Oh, wat moeilijk. Een beetje meer. Omhoog. Je bent echt iets. Prespapier. Hilarisch. De kartonnen training gaat vandaag niet door. Volgende keer. Wendy, waarom lach je? Kom op, Megan. Je kan beter een snack nemen. Kijk eens wat ik heb. Kartonnen aardbeien zijn zoveel beter. Het is niet goed. De lekkernijen verpesten de training. Naar de basislijn, nu! Oh, echt niet. Ik ben klaar met sporten vandaag. De meisjes hebben betere dingen te doen. Alleen vanavond. Het geluk is aan jouw kant. Meiden, het wiel wacht op jullie. Oh nee, stel het niet eens voor. We hebben genoeg experimenten gehad. Vind je het wiel niet mooi? Dan is er een win-win loterij. Ballonnen, dat is veel beter. De loterij liegt nooit. Draaien, draai. En kijk wat eruit komt. Het lijkt op dat Megan deze keer geluk had. Iedereen kan zo nu en dan geluk hebben. Wauw, zag je dat?